Voor PSV is het belang dus duidelijk. Winnen en zo weer de koppositie in de Eredivisie pakken. En ook voor Feyenoord is een overwinning vandaag van groot belang. De Rotterdammers zijn na die afschuwelijke seizoenstart plotseling in de race voor Europa League play-offs. En dan hebben we het nog niet, en misschien is dat nog wel belangrijker, over de kans voor Feyenoord om iets recht te zetten. De uitslag uit de wedstrijd van eerder dit seizoen in Eindhoven. Die wedstrijd, die uitslag, die aanslag op de clubeer. Op de zwartste zondag uit de geschiedenis van Feyenoord. Is Feyenoord nu gemotiveerd? Je kunt ook vragen, is het vandaag Pasen? PSV ondertussen ruikt het kampioenschap. De ploeg liep vorige week wel op zijn tandvlees. Maar wie weet welke krachten de kans op de titel los kan maken bij PSV. Dat zo graag wil. Hier komen de opstellingen der beide elftallen. In de goal bij Feyenoord, Erwin Mulder. De achterhoede wordt gevormd door Martins Indy, Vlaar, De Vrij en Mococcio. Gilles Wets is geschorst. De middenvelders van Feyenoord zijn Ver, Wijnaldum en Mewis. En voorin spelen Miaichi, Casanjos en Biseswar. Dan PSV, daar in de goal Isaacson. De verdediging bestaat uit Pieters, Bauma, Marcello en Manolev. Pieters keert terug van een blessure, Bauma was geschorst. De middenvelders van PSV, Engelaar, Bakal en Hutchinson. Toivonen was geblesseerd, maar begint op de bank. En PSV start met drie aanvallers. Tuchak, Lens en Labiat. Op de bank ook nog twee spitsen, Berg en Koevermans. Hier komt de samenvatting van Feyenoord-PSV. Frank Snoeks is de commentator. De dag van de wraak is aangebroken in Rotterdam-Zuid. Op de dag af, een half jaar na de grootste vernedering in de clubgeschiedenis, is Feyenoord weer heel wat mans door de recente resultaten. En kun je je niet aan de indruk onttrekken de afgelopen dagen dat de 10-0 op dit moment vooral een last is gedragen door PSV. Als de elftallen zich opstellen van Feyenoord en PSV. Voor één minuut stilte. Ter nagedachtenis aan trainer Wiel Koerver. Je kon de stilte horen voor Wiel Koerver. Hij leefde voort in de gedachten van menigeen in Rotterdam-Zuid als landskampioen met Feyenoord in 73-74. Het jaar waarin ook de UEFA-beker werd gewonnen. Vijf van de huidige elf van Feyenoord maakten de ontering mee op 24 oktober. 2010. En van dat PSV-elftal dat toen met 10-0 won, zijn acht spelers ook vandaag uitverkoren in de basiself. Vlaar. Hij luidt de eerste aanval van Feyenoord in die in de kiem al is gesmoord. Engelaar. Rand buitenspel, maar Lens krijgt het voordeel van de twijfel, als er al twijfel was. Corner. Goeie ingreep van De Vrij. Corner van Tuchak. Op de laatste. Manolev. Feyenoord ontsnapt. Labiat verspeelt de bal. Dan deze tackle. Niet op de bal van Ver, maar op de man. En die man is Manolev, die zo even de lat trof. Vrije schop, Tuchak. En in de handen gekopt. Weer is de afzender Manolev in de handen gekopt van Mulder. Biseswar, goed gewacht. Rechts van hem is Mococcio. Voor het doel is Castaños. Hier is ook Ver. Ver! En de eerste doelpoging van Feyenoord die er echt toe doet. Die Isaacson tot een belangrijke redding noopt. Uitblinken van PSV vorige week in Almelo. En ook hier op zijn kwifief. Engelaar, gewezen Feyenoorder. Lang geleden. Paas van Lens is balverlies. Wijnaldum. Wijnaldum goed aangenomen die bal. Fenomenaal zeg. En een knappe redding van Isaacson. Het is de passeerbeweging hier. Die de taart en de slagroom tegelijk is. Uit de lucht aangenomen. Bauma weggezet. En dan deze doelpoging van Wijnaldum. Goeie bal van Lens. Buitenom komt Tuchak. Mococcio kan niet veel meer doen. Tuchak. In de 24e minuut
Grote kans PSV in de 24e minuut, dat zeg ik niet zomaar. In Eindhoven, in de 24e minuut, werd het 1-0 destijds door Rijs. Nu had het weer 1-0 kunnen worden voor PSV in de 24e minuut. Biseswar. Achter zijn eigen bal aan. Binnen de lijnen gebleven. En de voorzet, wie heeft daar wat aan? Wie heeft daar wat aan? Het is Wijnaldum. Het is 1-0 voor Feyenoord. En het legioen heeft humor. Het scandeert 10-10-10. Wijnaldum scoort de eerste goal van Feyenoord dit seizoen tegen PSV. Biseswar omzeilt Pieters. En Wijnaldum geeft Isaacson geen kans. Bauma. Martin Zindi raakt de bal helemaal verkeerd. Labiat, geen buitenspel dit. Lens. En dan toch een vlagsignaal van de grensrechter. Voor Lens. Na lang denken. En ik blijf bij mijn constatering dat dit geen buitenspel was. En dat Lens ten onrechte wordt teruggefloten. In zeer kansrijke positie. Vlaar. Bal heeft de lengte. Biseswar. Castaños voor de goal, Mijici voor de goal, Wijnaldum is er ook. Hier is Wijnaldum. Vlaar. De Vrij. Feyenoord durft te voetballen. Durft met zijn centrale verdedigers ook door te schuiven. Kijk hier, De Vrij. Redding van Isaacson. Mijici. Uit stand weer. Die versnelling waar Manolev geen vat op krijgt. Dik half uur gespeeld. Toyfone warmt zich op. Al is dat bij deze temperatuur eigenlijk niet nodig. Labiat. Eindelijk wordt de middenlijn overgestoken. Nog steeds Labiat. Nog steeds Labiat. Bestaat het? Nog steeds Labiat. En een redding nog van Mulder. Op slag van rust.